Good morning! Ik zit te wachten op mijn aansluitende vlucht naar Amsterdam. Op Kiev Airport. Of Kiev Airport. No idea. Maar wat we waarmee gaan beginnen is een Doriyaki tasting. Deze heb ik nog meegenomen uit Thailand. En ik ben benieuwd hoe jullie smaak. Yo, dit is lekker. Dit is echt super, 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 super lekker. Die cream, man, die cream is echt. En het cakeje. Als je in Azië bent, haal dit. Dit is amazing. Ik kan niet geloven dat ik het nu pas heb gehad. I've been missing out. Wat? Ik ben gewoon op Schiphol. Oh my god, waar ben ik in godsnaam? Nu. Oh my god, dit is echt zo weird. Het lijkt echt alsof ik gisteren vertrokken ben of zo. Ah, snel tas pakken en naar Stefan toe. Daar gaat hij dan, daar gaat hij dan. Zo, dat is een anticlimax. Misschien staat hij ergens anders. Of hij is te laat, dat kan ook. Team song van vandaag. All of me. Hi Ma. Hi Lee. Hi. Hi. Kijk wat ik heb gekregen. Oh, bloemies, bloemies. En roos. En roos voor mijn roos. Ja. Mijn moeder houdt niet van souvenirs, dus wat heb ik gedaan? Ik heb een kilo fruit gehaald. En dat vindt ze wel leuk. Wat zeg je? Eerst is die aasje, maar daarom zeg ik roos. Moet je een iemand hier bij de hand te doen. Zit in de trein. Oei. Eerste agenda punt. Oh, ik ben thuis. Yay. Yay! Oh, dat is zo sweet! Wauw! Oh, dat is echt zo lief! Dankjewel, schatie. Ik had mezelf opgeblazen. Wauw, daar ben je echt even mee bezig geweest. Wauw! Het zijn er 60. Ja, dat weet je wel precies, ja. Als je alles hebt opgeblazen. Zo leuk, ik heb mijn eigen ballonnenballenbak. Yay! En alles is zo schoon. Het is echt... Ik ben net al in het gebouw, alles is zo schoon. Stefan dacht ook dat ik super gezond wilde doen. Dus hij heeft cherry tomaatjes voor me gehaald. En havermout en rijstwafels. En het is echt vet schattig. En in plaats van taart heeft hij fruit gehaald om gezond te doen. Dat is echt super adorable. Ben je blij dat ik thuis ben, schat? Ja? Broodje oude kaas. Zo lekker. Ik heb super uitgebreid in bad gezeten. Zeker 3 uur of zo. Lucht. Dit is wat ik aan heb. Gewoon een zwart jurkje van de H&M. En daar trek ik straks nog even iets van sandaaltjes onder. We gaan zo meteen naar Stefans ouders om daar even te eten. En ik heb zo'n trek in patat. Een patatje oorlog met pindasaus. Lekker. Voordat we gaan moet ik eerst een paar vlogs uploaden. Want anders hebben jullie morgen de olifantenvlog niet. Nou, wanneer je dit ziet is natuurlijk een week geleden. Dus de olifantenvlog van vorige week. En wanneer je dit ziet, precies op deze dag... ben ik alweer op reis vertrokken. Zoals ik al eerder vertelde, gaan we op vakantie met Stefans ouders voor hun 45-jarig huwelijk. Daarvoor gaan we een cruise maken door het Middellandse Zeegebied. We beginnen in Barcelona en gaan dan via Marseille, Monte Carlo, in Italië heel veel plekken, Napels.
Napoli. Napels, Sicilië, Florence, Rome, Dubrovnik gaan we ook heen, Kotor. En dat ga ik natuurlijk gewoon voor je vloggen. Ik denk dat je er al... je bent er nog niet achter. Want ik ben gewoon door blijven vloggen. Ook omdat ik aankomende week, de week voor de vakantie, ga ik een super fit, clean week doen. En jullie hebben me vaker gevraagd of ik een food diary wilde maken van een week super, super, super clean eten. En ik dacht, ik ga volgende week vrijdag, dus de vrijdag wanneer je dit ziet, ga ik alweer op reis. Waarom zou ik stoppen met vloggen? Plus jullie willen zien hoe ik eet wanneer ik super, super clean eet. Ik blijf gewoon nog even doorvloggen. We hoeven elkaar niet te missen. Ik zei toch, je bent toch echt lang niet van me af. Oh yeah, de zon schijnt. Zo lang geleden dat ik in de auto zat op een snelweg in Nederland. Yay! Het was zo fijn om weer gewone kleren aan te hebben. Ik heb mijn nep Panther Vans onder de jurk aangedaan. En een leger jasje. Ik vind het toch nog echt koud, ondanks dat het 24 graden is. Ik had super veel trek in patat. Dus ik heb een patatje oorlog. En een pittige kaassoufflé. Blijkbaar hebben ze die nu ook. Awesome. Ik lig in mijn eigen bedje. Weet je wat een luxe het is om gewoon kraanwater te kunnen drinken en toiletpapier te kunnen doorspoelen. Unbelievable. Ik vind alles heel schoon en heel luxe. En wat een leven hebben wij hier in Nederland hoor. Serieus. Maar goed. We gaan dus later weer het avontuur opzoeken. Wat de aankomende 6 dagen in de planning staat is 6 days of clean. Yeah. Ik ga super, super clean eten voordat ik op vakantie ga. Want op vakantie eet ik altijd heel veel rotzooi. En ja, dat trekt mijn lichaam niet zo heel erg goed. Dus ik wil daarvoor gewoon even super, super clean. Zodat ik gewoon echt lekker in mijn vel zit. En dan kan mijn lichaam beter ook dat soort dingen aan. En dan kan je ook met me meekijken hoe ik super clean eet. En sport en dat soort dingen. Als je het leuk vindt om te zien. Natuurlijk ga ik ook heel veel andere dingen doen. Mijn moeder is jarig. En we gaan naar een heel leuk concert. In het concertgebouw. Wat gaan we nog meer doen? Ja, gewoon met vrienden afspreken en dat soort dingen. Dus stay tuned. Als je geabonneerd bent, dan ga je dat natuurlijk sowieso zien. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, denk je, hey, dat klinkt best wel leuk, interessant. Klik dan hier om je te abonneren. En mocht je zoiets hebben van, damn girl, wat heb je de afgelopen 5 maanden uitgespookt? Klik dan hier, daarmee kom je bij de vorige aflevering. En sowieso ook bij de afspeellijst van de Travel Vlogs. Dan kan je dat zien en dan kan je later ook mee op mijn volgende reis. Dankjewel voor het kijken. Welterusten. Oh, trouwens, het is nu 10:30 en ik ben helemaal uitgeplust. Wat niet zo gek is, want het is nu 3:30 of zo in Thailand. Slaap lekker. Tot morgen.